Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie er kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik nog eens vloggen voor jullie. Of ja, eigenlijk wil ik morgen beginnen. Maar ik wil vandaag al zo de intro doen enzovoort. Want morgen vroeg heb ik er misschien niet zoveel zin in. Dus dit kan me misschien motivatie geven om nog eens een vlog te maken. Het is vandaag maandag 25 oktober. Het is bijna al bedtijd voor mij, want ik ga al best wel vroeg slapen. Het is bijna 9 uur. En om 9 uur ga ik slapen, want ja, morgen wordt weer een drukke dag op school. Dit is het laatste weekje school en dan heb ik een week vakantie. En ik ga op vakantie. Naar waar? Blijf nog een geheimpje. Want ik wil jullie super graag mee gaan nemen op mijn vakantiereis. Of ja, ik wil super veel vlogs gaan maken. Alleen weet ik niet of ik de motivatie daarvoor heb. Maar dat zullen we nog zien. En dan vertel ik jullie ook meteen waar ik naartoe ga. Want ja, ik wil nog zo'n verrassing houden. Ik vertrek zaterdag in de middag, dus dat is nog een weekje wachten. Maar ik zal jullie zeker proberen mee te nemen. Vandaag heb ik niet zo superveel gedaan. Ik ben naar school gegaan. Ik heb een toets van Frans gemaakt. Die toets ging niet echt heel goed, maar die ging wel. Achteraf kwam ik erachter dat ik heel veel spellingsfouten heb gemaakt. Dus dat was dan weer minder. En ik heb een toets van wiskunde teruggekregen en aardrijkskunde die wel redelijk goed waren. Dus dat is superleuk, maar ik zal jullie stoppen met te praten over mijn schoolpunten enzovoort. Wat ik vandaag nog ga doen is, dat ik nog even naar beneden gaan. Misschien nog een glas water drinken enzovoort. En dan ga ik ook gaan slapen. En dan morgen vroeg zal ik verder vloggen dan. Dan wordt het zo'n 2 dagen of ja, eigenlijk 1,5 dag vlog. Ik moet dus ook nog een bestelling inpakken, dus waarschijnlijk ga ik dat morgen vroeg ook doen. Zodat die bestelling morgen vroeg voor mijn school op de post kan. En morgen ga ik dus weer naar school. Ik heb geen 8 uur. Heel veel eerstejaartjes hebben dat nu, maar ik zit in 4e middelbaar. En ik heb dus nog geen 8 uur, wat super leuk is. En ik heb geen toetsen, dus ik ben er kei blij mee. En wanneer ik terugkom van school, moet ik wel heel veel gaan leren voor de toetsen. Dus dan zien jullie dat. Maar dan wil ik jullie alvast wel te rusten wensen. En dan zie ik jullie morgen terug. Heel erg goedemorgen iedereen. Het is bijna 8 uur, dus ik moet binnen naar school. Maar ik zal eerst even mijn outfit showen. Ik zit op een uniformschool, dus het is niet zo'n spectaculaire outfit. Maar ja. Dus gewoon als eerst gewoon deze witte pull. Lekker basic. En dan gewoon een zwarte broek. Dus dit is mijn outfit. En dan moet ik nu nog mijn tanden poetsen, mijn haar een beetje doen. En dan ben ik klaar voor vandaag. Ik heb vandaag geen toetsen voor school, maar ik kan wel een overhoring van wiskunde krijgen. Echt geen zin in. Maar ja, en wanneer ik thuis kom, ga ik heel veel leren. Want donderdag heb ik 2-3 toetsen, echt heel veel. Of ja, dat is niet zo superveel, maar het zijn twee grote toetsen. Waardoor het echt heel veel is. En het is vanavond ook oudercontact, dus ik weet wel niet of ik erbij ga zijn. Het is online, maar ik weet niet of ik erbij ga zijn. Wie weet, misschien niet, of misschien wel. Ik weet zelf nog niet of ik erbij wil zijn. Want ja, ik weet dat gewoon niet. Maar dan ga ik me nu verder klaarmaken en zie ik jullie straks weer terug. Oké, ik ben helemaal klaar. Mijn boekentas is zo goed als helemaal gemaakt. Ik moet mijn brooddoos er nog in doen. Dan wil ik zelfs nog een order op de post doen voordat ik school ga, of ja, voordat ik op school ben. En ja, dat is het. Ik ga misschien nog eerst even kijken welke sieraadjes ik ga aandoen. Want ik heb geen sieraad aan en wil wel graag een sieraad aandoen. Maar ik weet niet zo goed welke. Dus ik ben even aan het kijken. Maar ik vind het echt zo'n moeilijke keuze om sieraden te kiezen welke ik ga aandoen. Ik weet niet of ik de enige ben die het moeilijk vindt. Dus laat me weten als je het ook moeilijk vindt om zo'n sieraden te kiezen die je die dag aan gaat doen. Ik ben voor dit kettingje gegaan. Je kan ook bestellen op mijn site. En ik ga die eventjes omdoen. Ik vind het echt heel leuk. Ik vind het echt super leuk. En nu ga ik stilstaan aan vertrekken, want anders kom ik te laat. Het is 8 uur, dus ik vertrek zo meteen naar school. Ik heb hier al een boekentas gemaakt. Wow, ik kom mijn gsm ergens neerzetten. Maar die wil niet blijven staan. Dus, wat ik zei, ik zei dat het 8 uur is. En ik heb dus net mijn boekentas gemaakt. En ga nu naar school. En ik was bijna mijn mondmasker vergeten. Kijk, het is vanaf vandaag weer zo verplicht om een mondmasker te dragen in de gebouwen.
vanwege corona enzovoort. Zo moeten we maar doen. Maar dan ga ik nu naar school en zie ik jullie strakjes. Mijn schooldag zit er weer op en zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis. Het eerste wat ik nu ga doen is frambozen plukken en de frambozenstruik. Dus ik neem jullie lekker mee. Dit is onze frambozenstruik. Er hangen niet meer super veel frambozen op. Maar de frambozen die erop hangen ga ik plukken. Dus dat ga ik nu doen. Alle frambozen zijn geplukt. Zijn er niet super veel zoals jullie kunnen zien, maar ze zijn wel super lekker. Wat ik nu ga doen is mijn boekendas leegmaken en dan ga ik een heel lekker 4 uurtje maken, want het is 4 uur en ik eet altijd een 4 uurtje rond 4 uur. Als 4 uurtje ga ik een ijsje eten, dus vanille-ijs met zomerse bosvruchten, dus frambozen en blauwe bessen. Want ik heb ook nog lekkere blauwe besjes. En ik ga jullie laten zien hoe ik dat maak. Als eerste heb ik dus de blauwe besjes en de frambozen al. En nu hebben we ook nog ijs nodig. Even zoeken in de vriezer. Ik heb mijn doos vanille-ijs. Dus eerst ga ik een bolletje vanille-ijs in mijn kommetje doen. En vervolgens ga ik het versieren met blauwe bessen en frambozen. Dus dat ga ik nu doen. Zo. Nu neem ik de blauwe besjes erbij. En doe er een paar in mijn kommetje. Zo. En dan vervolgens ga ik de frambozen erop doen. En voilà, mijn ijsje is klaar. Zo ziet het eruit. Zo ziet mijn ijsje eruit. En dan ga ik deze opeten. En ondertussen ga ik ook even chillen, want het was een vermoeiende dag. Maar ik heb een heel leuk pakketje binnengekregen. Of ja, het is een klein pakketje. En ik ga die dus unboxen met jullie. Dus dat ga ik nu even doen. Het pakketje is een super schattige bubbel envelop. Dus als eerst ga ik de bubbel envelop even openknippen. Oké, hier gaan we. Oh my god, zo leuk. Als eerste zie ik hier heel schattige smiley kraaltjes. Ik vind ze wel leuk, maar ik had de kleuren mooier verwacht eigenlijk. Er zit niet echt geel tussen, of ja, dat is wel geel. Maar ik vind dat geel niet echt bepaald super mooi. Op de foto zag het er mooier uit. Dan heb ik deze. Ik denk dat het er 100 zijn. Dus 15 in ieder zakje. Dan heb ik hier heel schattige polymeerkralen. En hier ben ik wel echt heel blij mee. Ik heb een streng met allemaal polymeerkralen. Ik weet niet hoeveel het er zijn. Ik denk zo'n 40 of zo. Maar die zijn echt schattig. Er zit een grote en er zit een kleinere tussen. Dus dat is wel leuk. Ik moet nog eens kijken. Kijk hoe schattig. Oh my god, hier ben ik heel blij mee. Alleen met deze smiley kralen ben ik iets minder tevreden mee. Ik vind ze niet zo mooi eigenlijk. Maar ik zie wel wat ik ermee ga doen, dus dan was dit al mijn mini-unboxing weer. Wat ik nu ga doen is gewoon even op sociale media zitten en mijn ijsje verder opeten voordat hij helemaal gesmolten is. En dan zie ik jullie straks weer terug. Oké, we zijn een paar dagjes verder. Ik ben helemaal vergeten mijn vlog af te sluiten, dus sorry daarvoor. Ik dacht dat ik dinsdag begonnen was met de vlog op te nemen. En eigenlijk alleen die dag helemaal ging vloggen. Maar ondertussen zijn we al vrijdag. En hetgeen wat ik dinsdag nog heb gedaan, of ja, kan ook een andere dag zijn. Ik weet niet meer goed welke dag ik ben beginnen met vloggen. Maar het enige wat ik die dag nog heb gedaan is gewoon een beetje geleerd. En voor dat is het niet echt veel. Dus dan wil ik hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!